Gloria, oh Gloria. Gloria, oh Gloria, Gloria. Hallo iedereen, het is weer eens een Behind the Scenes die is geweest in deze maand. Dus de video is ook echt te laat. Ben je nou gewoon nieuw beginnen met de video, Nick? Ja. Wat is zo'n mooie intro. Je kunt nog steeds meedoen. Kun je nog steeds meedoen? Nee, ik vind het niet meer leuk. Godverdomme. Maar twee en één echo kan ook nog. Eén echo kan ook nog. Maar goed. Forever. And ever. Oké, dus om te beginnen komt er een nieuwe quest uit. Een Grandmaster quest. Bij zeg maar de langslopende quest serie wordt afgerond. Dat is de elfen serie die in 2002 is begonnen. Ja, zoals ik zei, Grandmaster quest. De requirements zijn allemaal level 75 skills. Agility, crafting, construction, engineering, hulpdoor, mining, prayer, range, summoning en woodcutting. Voor de rest heb je 3 quests nodig. Catapult, construction, making history en Will in the Light. En zeg maar, de quest is nodig om de deur te openen van de Elf City die later dit jaar wordt uitgebracht. Verder komt er nog een aantal clan updates van clan camp, van de citadel, een beetje boosts en zo. Er komt een nieuwe soort van Slayer Master uit. Namelijk de Soul Reaper, die dan bosses geeft als task. Nou, het gaat dus om dat je bosses gewoon moet killen. En wordt gewoon geteld hoeveel je hebt. Wordt, ja, zoals de vorige keer al zei. Het wordt nu al bijgehouden voor bossen je hebt geteld. En dan krijg je rewards van. En verder komt er deze maand, als het goed is, het duizenden muziekje uit. Dus waarbij de nieuwe emote die je niet kon unlocken, unlocked kan worden. Sowieso komt die uit. Ja, ja, met de quest komt sowieso een muziekje. Ja, daarom. Hè. We zitten op 999. Ja. Wat best wel troll is. Ja. Best een mooie emote is het ook trouwens. En Barbarian Assault komt uit. Ja, het is er al, maar het wordt geüpdate. Komt in, krijgt een hele graphical rework. Met een hard mode versie en ook nieuwe rewards en zo. Waaronder een dual wield frame thrower. Nog iets. Ja, dual wield frame thrower staat er gewoon. Hoekie. Ik denk dat het zo'n beetje was. Oh, en nog eens heel goed nieuws van deze maand. Er is niks aangekondigd van Treasure Hunter of Solomon's Tor. Woe! Ah, het komt wel. Ja, waarschijnlijk wel. Maar het is niet aangekondigd. Succes!